ja, net in Brugge toegekomen. Laadpaal gevonden. Het enige vreemde is dat hem de parkeerplaatsen zijn afgesloten. Dit is zo een is dat? Autodelen ding. Cambio toestand denk ik. Ik ga mijn mondmasker uithalen ook. Maar ik ga hier een beetje fotograferen. Het is te veel wind om verstaanbaar te zijn denk ik, maar ik heb maar een half uur te laden, dus ik ga sowieso hier ga ik een foto maken in die hallen, dat er iemand voorbij loopt zo. Dus ik heb maar een half uur sowieso. En daar is de Halletoren. Voor de mensen die niet geloven dat ik in Brugge ben. Zien. Ja, dus gewoon echt letterlijk wachten. Totdat er aan de andere kant iemand passeert. Eén is dat ik maar niet kan aan wennen aan die camera is die ontspanner, die is super gevoelig. Er is al enorm veel gebeurd dat ik een video begin. Ah, shit. Er passeerde net die. Ah, nog. Nou, ik ga foto's maken. Maar het is een supergevoelige ontspanner. Het is al veel gebeurd dat ik vooral voor video is dat vervelend, omdat ik dan soms per ongeluk de video start of stop, omdat ik gewoon ben van mijn vinger daarop te houden. En bij de meeste andere camera's, zeker van Fuji, moet je veel harder duwen om te starten of te stoppen. Dus een zeer vervelend ding. Ik heb de 24 mee, 10 tot 24 F4, op F8, 250 van een seconde, ISO 200 ongeveer. Want het is bewolkt. Redelijk bewolkt. En voor de rest gewoon composities zoeken en foto's maken eigenlijk. Hè. Dat is het. Die lens gebruik ik bijna alleen maar voor video. Maar ik ging vandaag normaal gezien ook filmen daarmee dat ik die nu mee heb. Ik wil maar één camera meedoen. Ja, ik heb toch een paar verschillende opnames. Het is nog redelijk veel zon. Het wordt nog redelijk warm. Oh, kijk. Heel veel mondmaskers. Niet iedereen heeft een mondmasker, maar wel heel veel mondmaskers. Ja, die foto met dat tegenlicht is eigenlijk wat ik in mijn hoofd had om te maken. Maar het is me op dat moment niet gelukt. Ik zou de paar foto's dat ik heb nog kunnen bewerken om iets in de buurt te komen daarvan, maar dan nog. Dus, ik ga gewoon een keer op een ander moment terugkomen. Ik heb ook de rest van de dag heb ik dan, ik ben dan beginnen Pokémon vangen. Ik heb het denk ik in een andere aflevering al gezegd, maar ik ben dan Pokémon beginnen vangen. Waardoor dat ik eigenlijk ook bijna geen foto's niet meer heb gemaakt. Dus ik kom binnenkort kom ik terug naar hier. Zien dat ik mijn mondmasker niet vergeet. En dan doe ik een nieuwe poging om... want er is hier wel, zoals je ziet, er is hier volk genoeg. Er is hier genoeg te doen. Dus dat is zeker het probleem niet dat er geen foto's uitgekomen zijn. Dat zwaantje dat je ziet passeren. Die spreekt de mensen aan die geen mondmasker aan neemt. En die vraagt hen van een mondmasker aan. En die zelf ook een mondmasker aan trouwens. En hij vraagt die mensen van een mondmasker aan te doen. Oh, je vragen is veel gezegd. Ik weet niet wat hij zou doen als de mensen weigeren. Maar hij heeft toch net al twee koppels aangespoord. Ik heb hier van mij iemand voor. Ja, ik moet al beginnen terugkeren naar de motor en is al volgeladen. Maar ik wou nog snel even zien. Hier ging ik vroeger op café. Ik ben in Brugge naar school geweest. Ah, hier de Charlie's. Ik weet niet wat dat nog altijd Charlie's doen.
Ja, precies zo. En je kunt daar boven ook zitten. Zo als een cinema inherkt. Of dat was misschien zelf vroeger een cinema, dat weet ik niet. Maar kijk, ik ga langs hier, langs daar. Terug naar mijn motto, want ik heb na aan het denken langs waar dat ik moet. Ik denk langs hier. Ja. Oh.